Jou de eer om nu de kroketjes eruit te halen. Ja. Zouden ze gelukt zijn? Nou ja, ze zitten er 5 minuten in, dus ik ga ervan uit dat het allemaal goed is. Altijd spannend, hè? We gaan hem even openmaken. Oh. En dan laten we hem even uitlekken. Uitlekken? Waarom doe je dat precies? Ja, kijk, het netje hangen we hier aan een clipje. Aan de pan. Ja. En al het vet wat er dus nog in zit, dat gaat oh, er naar zit beneden vet in toe. Er zit vet in? Ja, ja. Oh. Dit hoeft me heel eventjes. En misschien kun je even laten zien dat ze prachtig bruin zijn, ja. En knapperig. Oeh, ze zijn ook heet. Ja, zeker. Zeer zedelijk. Ja. Dus wat we nu gaan doen is, we hebben hier de broodjes al klaar liggen. Oh ja. Hier gaan we de kroketten opleggen. Hele mooie broodjes. Ja, ja. Dan beginnen we even met deze. Daar heb ik een oudertje voor, een tangetje voor. Zo, dat is één. En dat is nummer twee. Zo. En dan ga ik natuurlijk niet alles alleen opeten, want ik heb voor jou ook een bordje. Oh, kijk, kijk. Ja, kijk, daar komt hij. Nummer 1 en nummer 2. En nou denk je van, nu zijn we klaar, maar dat is niet zo. Is dat niet zo? Nee. Hoezo dan? Nou komt er een heel belangrijk punt. Het netje gaan we opruimen. Dat is wel zo netjes. Dan gaan we gelijk afwassen. Deksel dicht. En nou komt het. Pan uit, stekker eruit. Oh! Want je wil niet weten hoeveel branden er zijn ontstaan omdat de olie te warm werd. Brand met de bek niet open. Ja, en dan, dit is dus het eindproduct en ik zou zeggen, smakelijk eten. Dankjewel.